De ondertunneling en de vernieuwing van de NEA-kade is zijn laatste fase ingegaan. Die fase ging van start door het plaatsen van nieuwe bomen langs het tracé van de tunnel door wethouder Tom de Bruin van Milieu. Nou, ik dacht dat er hier een stuk of 80 worden neergezet. Dat wordt natuurlijk heel mooi. Nu zijn die bomen natuurlijk nog relatief jong. Maar na een paar jaar gaan die natuurlijk robuuster worden. En dan krijg je echt een heel mooi aanzicht van de NEA-kade. De aanpak van de NEA-kade is een van de grote verkeersprojecten die de gemeente is gestart. Belangrijk is ook dat bewoners en omliggende bedrijven betrokken zijn bij dergelijke projecten. Dit is een groot project, maar we proberen daar de burgers zo goed mogelijk bij te betrekken. En ik vind ook dat de bewoners hier in de buurt en ook de bedrijfjes echt heel goed hebben meegewerkt. Want ja, zo'n project verzorgt natuurlijk ook enige overlast. Maar ook hoe het eruit komt te zien, ja, dat kunnen we met bewoners samen doen. En ik denk dat zij het alleen maar mooi vinden dat er hier meer groen komt. Want we willen toch ook die verstening van de stad een beetje tegengaan. Dus mooie bomen, daar wordt iedereen blij van. Het totale project was begroot op 80 miljoen euro. Nou, dit totale project van de NEA-kade was begroot op 80 miljoen euro. En we hebben nu nog niet definitief alle berekeningen, maar we zijn daar ruim onder gebleven. Dus ja, al met al een groot project. Maar heel goed gemanaged. Dus ze zijn ruim binnen de begroting kunnen blijven. De kosten van het project kwamen niet enkel voor rekening van de gemeente. Er kon worden geput uit verschillende potjes. Dit komt deels uit de gemeente, deels uit de regio en voor een groot deel ook van het Rijk. Omdat het Rijk gelden beschikbaar stelde ook om de schone lucht te bevorderen. En omdat hier de doorstroming van het verkeer zodanig beter is dan voorheen, betekent dat ook een kwaliteitsverbetering van de lucht. En dus konden we ook gebruik maken van Rijksgelden.